De Catalina-vliegboot, dat handige toestel uit de oorlogstijd, dat zowel op het land als op het water kan opstijgen en landen, vervult een zeer belangrijke taak bij het onderhouden van de verbindingen op Nieuw-Guinea. Het zijn machines van de Marine Luchtvaartdienst en ze verzorgen het vervoer van goederen en personen naar de afgelegen posten die op andere wijze niet of niet zo snel bereikbaar zijn. Eenmaal per week vliegt een Catalina vanuit Biak naar de hooggelegen Wisselmeren. De landing op het water levert geen moeilijkheden op. Een meertje van een meter diep is al voldoende om de Catalina's te doen neerstrijken. De goederen worden hier gelost in Ena Rotali, een bestuurspost aan het Paniaymeer. Onder toezicht van de bestuursambtenaren worden de goederen op vlotten aan land gebracht. En zo vliegen de machines over het hele eiland. Op het Ayamaru-meer in het hart van Papua-land trekt de maandelijkse komst van de Catalina veel bekijks. In zijn zondagse kledij komt de Papua met zijn vrouwen en kinderen het meer opgevaren om van nabij die grote watervogel te aanschouwen. En de bevolking neemt afscheid van de Catalina als van een goede vriend die men graag weer ontvangt. De marine luchtvaart verleent het Nederlandse gouvernement onschatbare diensten bij het transport en de ravitaillering in dit uitgestrekte gebied dat zich snel ontwikkelt. Een goede indruk van deze ontwikkeling geven de luchtopnamen van Sorong aan de noordwestpunt van Vogelkop, dat langzamerhand de allure van een flinke stad krijgt.